Thank you.
opnieuw. Die klok moet je even kijken naar waar je heen gaat. Ja? Dat is heel niet zo fel achterin, weet je. Dat is wel lekker. Ragione di Bianca, là va. Okay. We have a small trouble with computers. With really a small trouble. Klein probleem met de computers. Als het goed is, is nu alles weer goed. Wat jullie moeten doen is in ieder geval de banen volgen wat er op het scherm staat. So please follow the lane change what's on your screen, not on the paper. It's not good. Dus niet het banenschema van het papiertje volgen, maar gewoon op wat op het scherm staat. Volgende baan beginnen op. Als ik dus kan. Ja, oké, okay, dankjewel. En u kunt weer starten met game 4. You can start with the next game. Good luck.
Le prochain sera pas un green. Ah, ça remplit un verre quand même.
sur la route de Roumanie. Thank you.
te plaît, merci. Dat is al voor een monster.
Thank you.
allemaal twee? Thank you.
Thank you.
Die mag blij dat die 100 gaan halen. Maar ik mag ook niet klagen, maar ik doe het goed.
Thank you.
sorry.
Oké. Dit was het dan. Ga even proberen de scores te werken. Hopelijk gaat het goed en hopelijk gaat het snel. Dus blijf in ieder geval eventjes wachten. Heb je niks in de top 20, dan heb je natuurlijk altijd nog kans te sweepen. En ook nog een kans op een gratis training in Kegel Training Centrum bij André van Geurk. Dus blijf even wachten tot ik alles heb. So, working on the scores in a moment. Please stay, don't go. Even if you're not in the top 20, you can win something in the sweeper. And also, if you don't win in both rankings, then we have 1 hour free practice in Kegel Training Center Europe. So be patient, I will be back in a moment. Ik had recht, maar die ene dat voor mij stond, die moest normaal achter mij staan. Omdat die niet even veel. En ze hebben gezegd, in het reglement staat, het verschil tussen de hoogste en de